Na afzegging door ziekte in de Ronde van Vlaanderen is Marianne Vos weer terug op de fiets. In het Groningse Winsum gaat ze van start voor de vierde etappe van de Energiewachttour. Ze oogt goed, maar is ze ook echt beter? Ja, het is wel weer een beetje beter. Ze heeft natuurlijk dinsdag weer de tijdrit gereden. Werd ze knap derde. Dus het liet wel zien dat ze weer over de goede benen beschikte. En dan iedere dag weer een stapje beter om weer goed fit te worden? Ja, als je derde wordt in de eerste tijdrit, wat in dat snel top zit, dan ben je op behoorlijk hoog niveau natuurlijk. Alleen ja, het is natuurlijk een aantal dagen ziek geweest, hakt dat toch wel in. En nu weer toewerken naar de Waalse Pijl. Maar eerst nog de vierde etappe die Marianne niet weet te winnen. Dat doet Kirsten Wild. Marianne Vos zit in de ontsnapping die meteen gevormd wordt na de start. Het kopgroepje van 11 wordt nooit meer ingehaald door het peloton. Ze wordt overigens wel sterk derde, waardoor ze de gele trui behoudt. Nou ja, het is ook heel lastig om in zo'n kopgroep natuurlijk, juist als je aan de leiding staat, om dan zo'n groepje te controleren. Ik werd derde. En op zich was dat natuurlijk nog mooi om die trui nog te houden. Maar we wisten wel dat het heel moeilijk zou worden tegen Specialized Level. Energiewacht en een pats, er komt de Rabobank eronder. Ja, voor een slechtste.